Welkom bij het weekoverzicht van RTV Losser en Hallo Losser. Met deze week ooievaars bij Dinkel. Kolkersveld blijft tuffelpannenkoek bakken. En 8 augustus weer smokkelfietstocht met gids. Ooievaars bij Dinkel. Het zal de meeste lossenaren niet ontgaan zijn. De afgelopen week waren een flink aantal ooievaars te zien in de weilanden rondom de Dinkel en Hof Arnink. Zoals de meeste van zijn verwanten eet een ooievaar vooral regenwormen en grote insecten. Maar ook jonge vogels, mollen, hagedissen en knaagdieren staan op het menu, tot aan het formaat van jonge hazen en konijnen aan toe. In tegenstelling tot vaak wordt aangenomen, staat de kikker maar zeer zelden op het menu. En dit alles lijken ze te vinden in de Lossense velden en het Dinkeldal. Kolkersveld blijft tuffelpannenkoek bakken. Vanwege de coronacrisis is er geen Breugel dit jaar en dus zou de klootschietersvereniging deze inkomstenbron mislopen. Gelukkig voor zowel de vereniging als de liefhebbers van deze lekkernij kwam er een oplossing. Kolkersveld Losser heeft een vergunning bij de gemeente aangevraagd om deze traditionele breugeltractatie te mogen bakken en verkopen op een eigen locatie. Dit gaat dit jaar op 15 augustus plaatsvinden bij het clubgebouw Het Kolkershoes aan de Beerninkweg Hoek in Valsweg. De verkoop staat om 9 uur en er zullen 2 verkooppunten zijn. 1 voor de kleine hoeveelheden en 1 voor de grote bestellingen vanaf 25 pannenkoeken. 8 augustus weer smokkelfietstocht met gids. Zaterdag 8 augustus zal er weer een mogelijkheid zijn om onder leiding van een gids de succesvolle smokkelfietstocht te rijden. In navolging van deze toeristische trekpleister komt er een tweede tocht, de Bommenberend fietstocht. Afgelopen zaterdag 1 augustus heeft bruisend Overdinkel bestuurslid en mede-organisator René Weggen, Compagnie Grolle en het Losse Chaootschap kennis laten maken met de locatie waar zij de Bommenberend fietstocht van 13 september van een historisch tintje zullen voorzien. RTV Losse was hierbij. Ik sta hier in Overdinkel bij de kruising Invalsweg-Welpeloweg met René Weggen, Jurieke Vriesema en Jos Kater. Vertel eens jongens, wat hebben we net gedaan hier? Nou, we hebben net de locatie bekeken, want op 13 september organiseert bruisend Overdinkel de Bommenberend fietstocht. En zoals je weet, de meeste Overdinkelaren wel weten, zeg maar, is dit de plek waar Bommenberend gelegerd heeft, waar hij zijn troepen inspecteerde, alvorens die richting Lossen ging om daar de hele boel plat te branden. En we hebben dat samen gedaan met het Lossense Genootschap, Jurieke onder andere erbij, en met de compagnie Grolle, om daar een leuk verhaal van te maken. En ik wil nog niet al te veel vertellen, maar ik weet wel dat het goed komt met wat hier zich gaat afspelen. Één persoon moeten we nog wel even melden, dat is Jan Riesewijk. Want Jan Riesewijk zal in de rol gebruiken van Bommenberend. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, doe gewoon mee op 13 september. Tussen 10 en 12 kun je gewoon starten vanaf het Trumpshuis, vanaf het Cultuurhuis in Overdinkel. En dan kun je meer fietsen en dan zie je ook wat hier gebeurt. Nou, hartstikke bedankt. En tot die tijd dan, hè. Zet hem op. Doe we. Dank je. Dit was het weekoverzicht van RTV Losser en Hallo Losser. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.